Welkom bij het programma van Omroep Friesland, het programma Gewest Friesland, wat onderdeel van Shell is, zat die Jettiets vingen in het programma Van Gewest tot Gewest. Dat programma dat waar voor de nationale televisie uitstuurt, maar de regionale reportage van Friesland, wat maakt het toch Johan van der Zee, die bij u aan tafel zit. En we gaan alle onderwerpen die in Friesland spelen. Nu is Ferdinand Dommelan Nieuwenhuis, dat wie net een Fries volgens mij. Nee, hij kwam hier wel een soort. Ja. Maar wie je een Fries? Nee, Fries. Amsterdam en even. Ja. Maar hij wie hier het meest hellig? Verlosser. Ja. In de reportage had ik bij een vrouw in de tienje west en die hier hem nog aan het wand. Ja. Dus daar heb je hellig. Helaas. We schilderen eerst naar. In Jereveen woonden ze hem eigenlijk slieten. Dit hier in het museum. Dat bad net. Maar dat Hasto in 1988 al verteld dat ze dat net waar moesten. Het is verkeerd van die reden om ze al iets in de bazen op te zetten. Sam Domelaar, ik met zijn mooie tas spraken. Ja, die lijkt geen jermoede met zijn tractement uit de kamer. Maar begrijpen jou dat dan net dat het gevaarlijk is wat Kijpen bedocht? De doel bezocht de meesten van het werk te houden. Ken het net in Goens, dan werden ze wel dwang om op te houden. Ja, dat docht dat verkeerde volk dat van boeten komt. Zullen u ze de wetten stellen? Maar wij vjochtje voor een beter leen. Let ze u eens maar te naai komen. Ik slag ze mij het stekje ze daar te zien. Oh, dat ben je juist wel meer als je staak is brekken. De pet is zo en niet er. Je had het portret van Domela in een hoes. Ja. Allang? Allang. Dat hing het hier al 64 jaar bij mij in een hoes. Hier, bij u. En ben je hier achter de polder dichtbij. Mijn man zijn volk. Langs wegen. Hoe kom je erom? Nou, ja, hij had het zelf verzinnen, mijn verkeping van foto's, van zwart-wit foto's, in ter Wispel en in Bees. Zodwaarde had die man dit kreeg dat wat mooier weer als de oren. Dat weer jouw zwangheid? Ja. Had je last van Domela in de hoes? Nee, dat heb ik net. Want dan begreep je wel, dan honger het net. Nee. Hoe vind je het? Mooi. Heel mooi. Ik vind het, en als wij nou weer de artikels lezen in de kranten, dan weten wij ook wel dat er een goeie verstrevende natuur hier, die man. Wist wel wat er toe hier. Ontwaak verworpenen der aarde, ontwaak verdomd is onder zeer. Breed het weer een stroom over de aarde, en die stroom reist dan meer. Domela is voor deze streek bijzonder belangrijk geweest, omdat hij voor de mensen hier een beetje het zinnenbeeld ook is geworden van hun streven naar een ander soort maatschappij, een ander soort toekomst. Hij heeft hun de ogen geopend dat ze niet hoefden te berusten in hun lot, dat ze daar zelf verandering in konden brengen, door organisatie, maar ook door heel principieel te zijn, door niet te drinken, door hun kinderen naar school te sturen. Onderwijs te laten volgen, door een betere levenshouding aan te nemen. Dus voor veel mensen is hij niet alleen het voorbeeld geweest, maar ook het symbool van de strijd voor een ander soort maatschappij. Us Verlosser werd hij genoemd, hè, onze verlosser. Hij had een beetje die, inderdaad, dat image, maar ook door zijn verschijning. Hij had een prachtige lange grijze baard, een hele mooie grijze haren, heel indrukwekkend, sprekend. En ook een taal met veel bijbelse uitdrukkingen, veel beeldspraken en zo. Maar hij hield de mensen zelf altijd voor van, u noemt mij Us Verlosser, maar gij zult uw eigen verlosser zijn. Alle wegen in de landen zwelt de grond der strijders aan, die ze zwaren van het beschoen. Het is 100 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis
als eerste socialist in de Tweede Kamer werd gekozen. Vandaar deze beelden op een expositie in Heerenveen. Sommigen zijn er verbaasd over dat we juist de periode herdenken dat Domela in de Tweede Kamer kwam. Want die zeggen, ja, Domela is begonnen als socialist, maar in feite al vrij snel overgegaan naar het anarchisme. Dus dat is eigenlijk heel raar. Voor ons is dat niet raar. We hebben Domela gekozen omdat hij juist als socialist hier de boel wakker geschud heeft. Hij heeft de arbeiders bewust gemaakt van het feit dat ze via medezeggenschap, dus kiesrecht, hun situatie hier konden verbeteren. Ik denk dus dat het beeld van Domela, aan de ene kant als socialist, aan de andere kant anarchist, dat dat verwarring opwekt. Mensen vinden dat wat vreemd. Men is daar ook kritisch over. Domela is bij de socialisten helemaal niet zo erg populair meer. Want hij heeft het rechte pad volgens hun verlaten. Ik denk toch dat we er goed aan doen om beide kanten van Domela ook te belichten in de tentoonstelling. En dan trekken we ons niks van de kritiek aan. Er zijn veel meer activiteiten rond Domela Nieuwenhuis in Friesland. Er worden twee toneelstukken opgevoerd. Er zijn boeken over Domela en zijn tijd verschenen. En er zijn drie exposities. In Heerenveen dus, in Leeuwarden en hier in Gorredijk. Waar ze onder andere een stoel en een lamp van Domela laten zien. Ontdekt tijdens een toevallige ontmoeting met een man. Die man zien mem en daar een broer van dat wie een vriend van de Domela's. En toen Domela eens een keer bot in de pinnen ziet, financieel, toen had ze meubilair verkocht. En toen had deze man van zijn vriend dus wat meubilair kocht en ik de lampen. En dat is uiteindelijk via vererven, is weer dat bij deze meester terug te komen. Domela had op deze stoel zitten? Dat mij aannemen en was zijn visite. Dan is maar, direct al uit door Napoleon en zo. Hè, ja, ja, we hebben daarom ook al in glas gezet dat er misschien net op zitten zullen, want we hadden niet alle vaars in die woe even op de stoel van Domela zitten. No? Dus kwam die eronder steen, had hij van Domela West? Misschien wel, he. Dat toen je gewoon een van die mensen defregen, maar want die draagt ze op de ogenblik. Dus die hebben we maar even bij zitten. Maar het aardige is dat wij dus een foto hebben van Domela op de stoel, duidelijk dezelfde stoel als deze. En dat wij een foto van het echtpaar hebben. Werd duidelijk dezelfde lampen. Het rokje is wat roos, maar ja. Het is dezelfde lampen. Even zien. Ja, dus het is weer al hier. Het is weer. Ja. Ik geloof die man ook die het dus verteld had. Dat het verteld had hoe het gingen is. Maar de foto is dat ik het bewijs op zich. Ja. Het Fries Filmcircuit laat in het kader van de Domela manifestatie de film Oud en Arm van de Bond voor Staatspensioen zien. De film is uit de 30er jaren, 50 jaar na Domela's komst in de Kamer. Er is dan nog weinig ten goede veranderd. De plaggenhutten, of spitketen, hebben nog lang het beeld van Zuidoost-Friesland bepaald. Tot ver in deze eeuw. De spitketen zijn nu verdwenen. De kleine stenen veenarbeidershuisjes staan nog steeds in deze streek. Het lijkt er redelijk welvarend. Juist hier is het opkomstpercentage bij verkiezingen niet hoog. Veel mensen moeten van het geregelde bestuur niets hebben. Een gevolg van het optreden van de anarchist Domela Nieuwenhuis?
In zijn tijd mochten de arbeiders niet eens stemmen. En hij kwam in de Kamer met steun van de antirevolutionairen. Kun je hier nu van een welvarende streek spreken? In zekere zin is er wel een heleboel veranderd hier. Als je kijkt naar de werkgelegenheidssituatie van de mensen en wat dat in de praktijk betekent, denk ik dat je toch ook hier nog steeds kan spreken van een achtergebleven gebied. Hoe hoog ligt die werkloosheid bijvoorbeeld? In het hele gebied schommelt het de laatste jaren tussen de 20 en de 15 procent. Dat is een aantal procenten boven het landelijke gemiddelde. Als je het wat gaat uitsplitsen naar met name wat afgelegen gebieden, als een Jubbega in onze gemeente, dan heb je af en toe situaties waar het tegen de 40 procent aanloopt. Heeft dit gebied een nieuwe domela nodig? Op zich domela natuurlijk iemand die door zijn tijd gevormd is. En ik denk dat je niet moet proberen een tijd van weleer te herhalen. Maar anderzijds denk ik dat het goed zou zijn voor de linkse beweging als ze een aantal aanspreekbare leiders hadden. Duidelijk in het oog springend, door woord en gebaar eens zijn met die hele arbeidersbeweging. Ik denk dat dat er wel eens aan mankeert op dit moment. De anarchisten zien domela Nieuwenhuis als een van hun grote voormannen. Zijn geest waart rond op de Vrije Socialistische Camping in Appelscha. Kijk, het systeem zit nu natuurlijk veel geraffineerder in elkaar. In domela's tijd was het duidelijk. Je moest hard werken, je moest lang werken en je verdiende weinig. Nu is het heel gewoon zo van... Iedereen heeft, laten we zeggen, toch min of meer een redelijke uitkering. Voorheen had men eigenlijk niks te verliezen. Nu heeft men natuurlijk wel zijn autootje, zijn uitkering, zijn televisie... en nog wat andere geneugten heeft men wel te verliezen. En ik denk gewoon dat ook een reden is waarom er nu... althans nu nog geen sprake is van opstand. Als al deze dingen die men heeft te verliezen ook nog afgenomen worden, dan komt het natuurlijk wel. Maar dan geloof ik dat we in een maatschappij leven waarin de kapitalisten, de liberalen, de sociaaldemocraten als sleepdragers van deze regering wel zo uitgekiend zijn dat ze ervoor zorgen dat hun dit niet afgenomen wordt. Dat iedereen op zijn minst, laten we zeggen, een basisinkomen heeft. En? Ik kom om u zeersken te brengen. Bisto appelmaster? Ja. Lip mij heren. Een dubbeltje de rode meer voor de baggelders. En een stoer voor de turfmakkers. Trouw de vrolie maar de meer tijd voor de huishouding. Een gewone lisjeldijs van 15 april al. Geen verplichte winkelnering meer. Mat ik dat al jaar onthouden? Koest het net even van mij op papier zetten? Ik ga het op de randen van de klok zetten. Niet mij, joh, wil houden. Ja. Dat krantje van je. Wat heerst u de vrouwlie? Trouw de vrouwlie wil meer tijd hebben voor de huishouding. Dat kan niet van inkomen. Het gaat niet om de vrouwlie zelf. Het gaat om de benen die voorkomen. Dit leenbaar wil, zal er ik voor arbeid je matten. Hawar, ik zult mij de oren bepraten. Maar eerst kan je net meer als dit van jocht op hebben. Van uit wie een volgeling van domela. Ja, beslist. Johan, een foto van hem, hè? Ja. Mag ik het eens zien? Ja. Zal ik het... Kan je het ja. zien? Ja, ik kan het wel zien. En de Lietse jongen, dat is... Mijn dat is jouw man. Ja. En Joost Kwanheid, wie dus een volgeling van domela.
Jouw man wie exchange wezen, hè? Ja. Ja, je hebt 4 jaar in Ljouwert zitten. 4 maand. 4 maand in de gevangenis zitten in Ljouwert. En 6 maand in... Fort Spijkerboer. En dat kwam ik al je door die opvatting die zij hierin doen? Ja, dan ging dat al je terug. Ja. Zie je? Weet je wat Dom naar Nieuwenhuis zei? Dienstweigering is weg. Maar als je schieten moet, leer het dan goed. Dan kan je te pas komen. In die geest, prutser naar Wolles. Maar ben de idealen van Dom naar Nieuwenhuis verwezenlijken? Nou, dat waar ik tegen om net te zeggen. Wat waar ik net te zeggen? Wie het maar zag. Wie het maar zag komen. Ja. Zie je? Want ik geloof dat de meeste mensen er niks van begrepen hoe te leven moeten. Dat je Domela wel begrepen? Ja. En Gerbrazio, wie zei het nou? De partijleider van... De mensen moeten heel hoge gedachten krijgen als ze nou haar. En dat ben ik roerend met hem eens. Er heerst een verkeerde geest onder de mensen. Gaan wij een nieuwe Domela neder hier in deze streek? Wij zullen wel hier herkennen, ja. Dit is het goede voorbeeld aan de Marciaan Koor. Dat vind ik wel. Jokste? Maar de krekkers hebben meestal zijn natuurlijk geen tijd meer om te denken. Dank u wel. Zie je ook ik net? Domela Nieuwenhuis, ja, bloed in Jerevingen en dat jet ik zei. Ja, ja. We doen gewoon een tijdelijke reportage, een tijdelijke tentoonstelling. Ja. En nou ja, het is nou permanent, ik bleun, gelukkig. Nou ja, en doen we, ja, de mensen kon nog goed praten over Domela. Dat weer een man die nog altijd naar de verbeelding sprutst. Ja. Het is een heel volk in de turfdorpsstreek en, ja. En die wachten gewoon weken lang op de man die anders komt en vertellen ze dat wij eigenlijk wel meer vrijheid herkennen als dat wij nu krijgen en minder andere kastanjes zitten van de veenbazen. Zeg maar. Ja. Ja. Had er zich verlost? Nou, nee, dat denk ik net. Hij had wel mij geholpen om de arbeiders meer... Zesenschap te Jan, denk ik. Ja. Maar daarna gaan ze weer van allerhande ruzies maken en toen is er ook weer van alles kapot maken, denk ik. En zien optreden in het werk en weer nu in net hoe het zoekje in dezelfde. Dus dat had net zo lang geworden. Nou, even heel wat er was. Ja, zien we dit eerst als een aardig iets beschouwen. Doe maar. Nou, dan ging ik zo. Eén hand erin, hand erboven. En dat ging met de blote hand? Ging met de blote hand. De hele dag? Zat je allemaal naast elkaar. Want het moest allemaal, er moest niks zitten blijven. De ene, zeg maar zeggen, die nam van die kant de helft en van die kant de helft. En zo ging je vooruit, hè. En er was er in 61 of 62 was er een op Westerschelling. Een ambtenaar, oh, dat laat ik dat maar niet zeggen. Wel. Maar iemand met hele zachte handen, die kon dat niet goed verdragen. En die heeft toen een bakje gemaakt, de vorm van een hand. 5 tandjes. Toen was het bakje ongeveer zo groot. De helft ongeveer. Zo, deze 5 tanden. En dan was het wat korter. En die plukkers die in de buurt waren, die zagen dat het goed ging. Die man die hield mooie schone handen over. Plukte even goed zijn kilo's. Dus die zetten er een paar tandjes bij. En zo langzamerhand zijn die bakken gegroeid tot dit model. Zo, 20 tanden. Dit is een meest gangbare bak zo. Er zijn wel mensen die hebben hem iets breder nog, maar dan wordt hij eigenlijk weer te zwaar. Maar helaas kunnen we het plukken zelf niet laten zien, want er zijn geen cranberries, hè? Nee, de oost is totaal mislukt van het jaar. Een normale oost is een 60, 70 ton. Nou, dit jaar hebben we 300 kilo binnen. Maar we hebben hier wel een plukje, dus u kunt wel even laten zien hoe dat nou werkt. Hoe het in werkelijkheid gaat, als het allemaal vol zit, dan moet je zich dat zo voorstellen. Hij die gaat hierin, zie je dit? En dan gaat die bak naar beneden, zie je dit? Dan rollen ze zo in de bak.
Volgens de overlevering en de bedrijfsfilm van de tegenwoordige pachter is de cranberry of lepeltjesheide door een jutter op het eiland gebracht. In 1839 vond de oude jutter Pieter Sipkes Cupido op het strand een vat. Het zou een vat wijn kunnen zijn. Hij rolde het dus over de duinen. Nieuwsgierig sloeg Cupido het vat open. Tot zijn grote teleurstelling vond hij in plaats van wijn alleen maar vreemde rode bessen die hij helemaal niet lekker vond. Hij liet de bessen liggen en nam het vat mee naar huis. Je mag de cranberry op de Schelling niet zomaar plukken. Dat recht wordt al 100 jaar verpacht. De pachters van nu, de gebroeders Bolt, verwerken de cranberries in een eigen bedrijf op het eiland. Ze maken er jam, compote, limonade, wijn en liqueur van. Die producten worden alleen op de Schelling verkocht. Vroeger werden de cranberries op de Schelling geplukt, gesorteerd en daarna uitgevoerd. Hier werden ze in verzonden, in deze kist. Ja. Daar staat ook finest selected, staat er erop. Ja, dat is Engels, hè? Cranberries, ja. Want ze gingen allemaal naar Engeland, hè? Vroeger wel, ja. Toen bij Oudbloem. Die gingen naar de beste gingen naar Engeland toe. En nu blijven ze op de Schelling? Nou, ja, dan komen ze bij Bol terecht. En wat hij ermee doet, nou ja, dat weet u zelf wel. Vindt u cranberries lekker? Nou, ik voor mezelf niet hoor. Ik was geen cranberryman, nee. Cranberries op Skielge, nou ja, dat is een prachtig verhaal. Zelfs als je er komt, dan kom je helemaal in de cranberries te zitten. Het is alleen nog ik derde. Dat oude filmpje, hoe het ontstingen is, waar kwam dat bij? Van de mensen die de cranberries verkochten. Oké, ja. Het is natuurlijk ook net alleen nog Skielge. Want op Vlieland ben je niet goed cranberries. Ja, maar die adverteerden er net zo nee, bij. Nee, precies. Nou, de Schelling had ervan profiteerd, maar Vlieland is ook een winkeltje best. Vlielander cranberries krijgen. Ja, ja, maar ik vind ze mooi. Zo. Dat is een prachtig verhaal. Dat is een bakje, meidje, ja, en dan ken je dat precies. Ja. Want het is natuurlijk een bloemerige werk om die dingen er elke keer weer uit te krijgen. Ja. Dus, ja. Maar ze koketteren er nog steeds mee. Ja, zeker. Ja. Ja. En de kist ik dan van allerhande producten kerpie. Mooie cranberries. Maar, ik ga vanmorgen cranberry thee om. En weer lekker. Heerlijk. Cranberries op Skielge, die een onderdeel van de reportage zien van gewest tot gewest. Deze kwam uit 1986 en zal we er alle weken een aantal zien. Door een nieuwe week weer in gewest Friesland. MUZIEK